dat instituut zegt, het nieuwe pensioenstelsel staat haaks op alles wat wij vinden als CDA. Je kunt dat hier is niet voorstemmen. Dat is ook sterk. Terpstra wijst erop, het staat in hun eigen politieke programma. Ja. En het staat haaks op alles wat het CDA wil. Je hebt wel een beetje de indruk dat het CDA haaks staat op vrijwel alles wat nu aan de orde is. Het verlossen, kunt u mij horen? De pensioenwet. Het wetenschappelijk instituut van het CDA heeft gezegd, mensen in de Eerste Kamer niet instemmen met die nieuwe pensioenwet, want het is een enorme gok op de toekomst. Ja, ik kan dat hartstikke moeilijk beoordelen. Dat is een extreem complexe technische kwestie. En aan de ene kant wordt er gezegd, het is dringend noodzakelijk om de bestaande pensioenwetgeving en het bestaande pensioensysteem aan te passen aan de verandering der tijden. Want meer ouderen, minder jongeren. Precies. En ook omdat natuurlijk het arbeidsmarkt in allerlei opzichten vrij anders functioneert dan vroeger. En tegelijkertijd wordt er gezegd, daar is jarenlang gewerkt aan nieuwe pensioenwetgeving. 15 jaar hè, zijn ze daar over praten. Daar is een akkoord over bereikt. Dat akkoord ligt nu voor in de volksvertegenwoordiging. Dat is al aangenomen bij mijn weten door de Tweede Kamer. Nu dus nog door de Eerste Kamer. En nu plotseling gaat het CDA op de rem staan. Ik weet, volgens mij heeft het CDA dat niet gedaan in de Tweede Kamer, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet wel dat Omtzigt altijd grote bezwaren heeft gehad tegen de nieuwe wetgeving. Maar welke dat dan zijn, dat wordt nooit helemaal duidelijk. Ik heb de indruk, maar ik hou me te goed, ik weet dat niet zeker, dat deze trein niet meer te stoppen valt. Dus dat we, als het verkeerd uitpakt, dat er dan al misschien op vrij korte termijn weer gecorrigeerd zou moeten worden. Nou, achter de schermen zijn alle partijen die erin een rol spelen daar al heel lang mee bezig. Het argument is natuurlijk, ja, wat we hadden werkte redelijk. Dat vertoonde wel gebreken, dat systeem, maar het werkte redelijk. En het gaf zekerheid, zeggen de tegenstanders. Ja, en moet je dingen die redelijk werken, moet je die noodzakelijkerwijze veranderen. Dus ja, eigenlijk gaat de discussie over de vraag, in hoeverre moet het bestaande systeem veranderd worden, fundamenteel? Of moet er wel gewoon aan diverse onderdelen geschaafd en geschroefd worden? Ja. Maar ik ben niet technisch genoeg onderlegd op dit punt om daar iets verstandigs over te zeggen. Nee. Als het nu in de Eerste Kamer zou sneuvelen, dan vind ik wel dat de tegenstanders er wel erg laat bij zijn. Hè? Ik bedoel, er zijn eindeloze onderhandelingen gevoerd. Er is een akkoord gesloten door vakbonden, alle betrokken partijen. En dan ga je nu op het allerlaatst denkbaar moment ga je op de rem staan. Dat vind ik ook raar. Kijk daar dan nog eens goed naar. Maar dat zal toch, het speelt al zo ontzettend lang. Waarom dan nu plotseling doorslaggevend bezwaren? Pieter-Jan Dijkman is de directeur van dat wetenschappelijke instituut van het CDA en Arjen Siegman, een medewerker, die zeggen dit wordt een ramp. De senatoren die moeten de wet terugsturen naar de Tweede Kamer. En ze zeggen, we hebben wel eerder transities gezien, bijvoorbeeld leenstelsel en de kindertoeslag. Dat is ook op een ramp uitgelopen. Ja, ik weet helemaal niet of die vergelijking hout snijdt, eerlijk gezegd. Of ze hebben gelijk dat helemaal verkeerd heeft uitgepakt. Maar dan is het toch wel heel raar dat hier jarenlang over onderhandeld is. Dat er door alle betrokken partijen een akkoord is gesloten. We herinneren ons dat nog. Hè? Dat was met hoe heet het, de toenmalige minister van Sociale Zaken. Koolmees. Dan vind ik het gek dat het nu op het, nou ja, wat ik al zeg. Ja, eens. Ik snap het. Je fietst dus met hoge snelheid, fiets je af op de finish. En je denkt, nee, toch niet. Nee. We gaan volop op de rem staan. En nou ja. Zou het iets te maken hebben met de neiging van het CDA sinds de afgelopen verkiezingen om zich sterker te profileren op dit soort onderwerpen? Ik denk sowieso natuurlijk. Kijk, het CDA, daar hoeven we niet zo heel moeilijk over te doen. Het CDA is een partij in doodsnood. Ja. Dus die zal zich alles, op alle punten zal die zich willen profileren. En de suggestie willen wekken dat ze iets wezenlijks kunnen bijdragen aan het landsbestuur. Waar ze ook, zou ik zeggen, rijkelijk laat mee zijn. Hè? Ook daar natuurlijk hebben ze van. Zij hebben zelf de boot gemist. Dat hebben wij niet gedaan. Zij hebben de boot gemist. Mm. En misschien moeten we iets meer achtergrond geven bij dat nieuwe stelsel, zonder te veel in detail te gaan. Want wat je zegt, het is heel technisch. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je als persoon die straks een pensioen krijgt, je er meer mee moet gaan bemoeien. Dus je moet meer gaan geven. Je hebt een eigen potje. Precies. Je hebt een eigen pensioen.
En dan moet je ook het profiel van aangeven. Ja. Wil je meer een defensief profiel of meer offensief? Maar goed, ik geloof dat Omtzigt, wat ik daarover gelezen heb, heeft voorspeld dat leidt tot een lawine van rechtszaken. Van mensen die zich onheus of onrechtvaardig behandeld zullen voelen. In die transitie, hè? Want dan wordt jouw pensioen natuurlijk omgezet naar dat nieuwe stelsel. Ik weet bijvoorbeeld helemaal niet hoe het met mijn pensioen zal gaan. Ik heb een keurig pensioen van de Rijksoverheid, vanzelfsprekend. En ja, mijn vrouw heeft een pensioen van de Grafische Bond. Dat werkt allemaal prima, deluxe. We hebben niks te klagen. Dus ik ben wel benieuwd, gaat dat dan ook veranderen? Ik kan me dat niet voorstellen. Volgens mij zijn er allemaal tools die je dus online kunt invullen. En dan kun je dus zien wat voor impact het heeft, het nieuwe stelsel, op jouw huidige pensioen. Je ziet, daar kijkt er al naar uit, zie ik, om dat in te gaan vullen. Online invullen, dan denk ik al, dat werkt niet. Je begrijpt er geen kloot van. Het is opgesteld door mensen die denken dat iedereen begrijpt hoe die dingen werken. Ga ze maar door. Ik had ook in een van de brieven legde uit dat je dat er wel degelijk tekstverwerkingsprogramma's zijn die doodsimpel werken. En die nauwelijks extra dimensies hebben. Maar dat is al zo ongelooflijk ingewikkeld. Dat ik zeker weet dat als ik dat ga doen, dat alles vastloopt. Ik had toch al merkwaardige klachten met mijn computer. Die plotseling sommige dingen niet. Die moet eindeloos, duurt het eindeloos voordat hij het gevonden heeft. En dan loopt dat blauwe lijntje, het begint te lopen. En dan na 2 centimeter stopt het. En denk je, waarom in godsnaam? Het is nooit duidelijk hoe het precies komt. Dus ja, ik moet waarschijnlijk toch maar door met Word. Al was het maar natuurlijk, omdat de uitgever dat prettig vindt. Ik heb ook wel het idee, ik ben een keer bij zo'n netsparbijeenkomst geweest over de pensioenen, dat de jonge generatie ook tegenover de oude generatie staat. Want de ouderen, zeg maar jouw leeftijdsgenoten, die hebben er allemaal geen zin in. Die zeggen, laat het lekker zoals het was. En de jongeren denken, ja, maar wacht even, wie gaat straks ons pensioen betalen? Dus laten we die transitie maar in gang zetten. Ik weet niet precies of ze daar gelijk in hebben. Omdat er naar mijn idee een slecht rekening wordt gehouden met het feit dat er waarschijnlijk toch sprake zal zijn van economische groei. Om allerlei redenen. Al was het maar dat natuurlijk de energietransitie ook leidt tot aanzienlijke, zal leiden tot aanzienlijke economische groei op tal van terreinen. Ook afbraak op andere terreinen. Hoewel ik denk dat de oliemaatschappijen wel keen genoeg zijn om op tijd bij te sturen, eerlijk gezegd. We hebben het daar vorige keer over gehad. Laat iedereen nog eens even dat stuk van die Jesse Frederik lezen op de correspondent. De correspondent is ook. Die hebben 1 keer per week hebben ze dan onze beste stukken van de afgelopen week. Als je nou denkt dat dat stuk van die Frederik erbij staat. Nee, het is allemaal weer van die padvinderstukken, sorry. En hebben ze eindelijk een verdomd interessant stuk. Waar een hoop research in zit, voor zover ik het kan bezien. En dat wordt dan niet gebruikt in het weekoverzicht. Dat is wel zoiets raars. In de Telegram-groep van deze podcast is het wel gedeeld. Dus daar zijn mensen hebben het opgezocht en zijn erover in discussiëren met elkaar. Ah, goed zo. Nou, dat is eigenlijk van harte toe. Want het was naar mijn idee een hoogst interessant. En bovendien in allerlei opzichten zie je optimistisch stemmend artikel. Ik heb ook nog dat boek erbij genoemd. No Miracles Needed. Van die Amerikaan Jacobson. Die uitlegt dat je dus met wind, solar en water, dat we daar de techniek is er, het geld is er. Het is grotendeels een zaak van, laten we zeggen, besluitvorming. Organisatie, besluitvorming en organisatie. Nou is besluitvorming een van de zwakke onderdelen natuurlijk van de meeste democratische systemen. Ik zwijg nog niet waar over het meest dysfunctionele land wat we jammer genoeg op dit moment in democratische kring hebben, namelijk de Verenigde Staten. Maar het kan. En dat kun je in het artikel hartstikke goed lezen. Hier in de straat heeft vrijwel iedereen van die zonnepanelen. Ik zei ook, de waarnemer, de eenvoudige waarnemer die met de trein of de auto door Europa rijdt. Wat valt je op? Zonnepanelen, dat is wat je opvalt. Hè? En dat zal enorme gevolgen hebben. Ria Oome wordt trouwens nog genoemd rondom dat pensioenthema. Die ken je nog wel, denk ik, hè? Wie? Ria Oome, senator voor het CDA in de Eerste Kamer. En die zegt, we tekenen niet zomaar bij het kruisje. We maken zelfstandig een afweging. Ook als het gaat om het pensioenstelsel. We maken maar zelfstandig een afweging. Ria, je bent er wel verdomd laat bij, hè? Waarom hebben jullie die geweldige afweging niet veel en veel eerder gemaakt? Toen je misschien invloed kon uitoefenen op het onderhandelingsresultaat. Maar Ria is niet van dat wetenschappelijke instituut van het CDA. Die is natuurlijk weer in de Eerste Kamer. Maar ze heeft het natuurlijk gelezen en ze heeft gezegd, we gaan dat niet 1-op-1 overnemen. Nou ja, we zullen zien hoe het afloopt. Ja.
Doekle Terpstra heeft zich ook nog eventjes gemeld. En die zegt altijd gedacht dat het wetenschappelijk instituut vooral beschouwingen op afstand doet. Zelden meegemaakt dat een dergelijk instituut politici zo voor de voeten loopt. Echt bizar. Notabene voorgesteld in het eigen verkiezingsprogramma van het CDA. Kijk, het nieuwe stelsel. Kijk. Dat lijkt mij dat die Doekle Terpstra daar groot gelijk in heeft. Die komt natuurlijk uit de vakbeweging. De vakbeweging heeft daar in dat onderhandelingsproces een belangrijke rol gespeeld. Nogmaals, dit is wel een beetje raar paniekbeleid. Hè? Ja, ik ben het met je eens. Ik vind het ook raar, want ze schrijven dus nu dat instituut zegt het nieuwe pensioenstelsel staat haaks op alles wat wij vinden als CDA. Je kunt dat hier niet voorstellen. Dat is ook wel vrij sterk. Terpstra wijst erop, het staat in hun eigen politieke programma. Ja. En het staat haaks op alles wat het CDA wil. Je hebt wel een beetje de indruk dat het CDA haaks staat op vrijwel alles wat nu aan de orde is. Ja. Nu we toch in dit politieke hoekje zitten, hoe heb jij naar het boerenakkoord gekeken en die nachtelijke onderhandelingen? Nou, het niet akkoord zul je bedoelen. Het nog niet akkoord, nee. Nou, wat een machteloosheid. Wat een onbeschrijfelijk gekluns. Tas nou eens door. Hey, we zullen het uiteindelijk, we kunnen het niet nog weer weken en weken, maanden, weet ik hoe lang gaan staan wachten tot er hier uiteindelijk besluitvorming gaat plaatsvinden. Dan maar doortasten. Vervelend, dan krijg je conflicten. Maar we kunnen best die tractoren, dat kunnen we best nog een paar keer verdragen. Ja, maar het kabinet moet eigenlijk echt met een akkoord komen en de boeren hoeven niet zo nodig, hè? Nou, dat zal wel, ja. De boeren begrijpen kennelijk niet dat zij ook heel nodig hoeven, hè, in een wat groter verband. Ja. Kunnen we door met de huidige situatie in de Nederlandse landbouw? Nee, dat kan niet om praktische redenen in Nederland en dat kan ook niet om praktische redenen in Europa. Hmm. We zullen ooit afscheid moeten nemen van het op zichzelf opmerkelijke feit dat we de tweede agrarische exporteur ter wereld zijn. Ja, maar die boeren die leunen natuurlijk een beetje achterover, want die denken, ja, kabinet, voor jullie is dit een prestige. Ja, en die voelen natuurlijk ook die BB-overwinning als een soort van steun in de rug. Dat is allemaal hartstikke lollig. Maar ik er nog eens op wijzen, ja, dat was een spectaculaire overwinning. Maar 78% van de Nederlanders heeft op een andere partij gestemd dan de BB. Dat is nu ook wel weer een beetje weggehebt, toch, dat sentiment? Die indruk heb ik wel. Hè? Dat je dat bekende gerette ketet van de media van Nederland spreekt magistraal over een nieterende overwinning. Dat een beetje wegzakt. Het is trouwens wel zo dat als er geen akkoord komt, dat het kabinet zelfstandig gaat beslissen, hè, over punten. Nou, laten we dat zo zeggen. Hup, kabinet, ga nou eens zelfstandig iets beslissen. Maar dat willen ze natuurlijk niet. Ze willen een overleg natuurlijk. Ja, dat zal dan want natuurlijk polderen en de Nederlandse beginselen. Maar we hebben hier nou echt lang genoeg over geluld. Ja. Lijkt mij. Heb je ook gezien het kabinet, of die zegt, de Nederlandse politiek heeft het stikstofprobleem zelf gecreëerd. Dat stikstofprobleem speelt al decennia. Het is steeds met labmiddelen en kinderachtige flauwekul hebben ze geprobeerd om er vanaf te komen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Beslis nou eens wat. Doe wat. Ga niet nog eindeloos op dat overleg zitten wachten. Ja. Hoeveel organisaties waren het nou die daarbij aansloten? Nou, er stond een hele reeks van die bedrukte mannen. De supermarkten, de boeren. Hadden bovendien doorvergaderd tot de hele nacht doorvergaderd. Dat is ook verkeerd. En dan word je alleen maar boos en moe en geïrriteerd en zo. Dat moet je niet doen. Spreek een redelijke tijd af dat je 4 uur onderhandelt en dan ga je naar huis. Ja. Ik hoor Maria Tehama, die zat bij Op1 en die zei nog, ja, wij hebben ook wel eens onderhandeld. En dan waren we er lang uit, maar dan bleven we nog even binnen zitten om het te laten lijken dat we echt het voor de poorten van de hel hebben weggesleept, het deal. Maar dat is hier duidelijk niet het geval geweest. Nee. Ja, ook dat vind ik nogal kinderachtig, eerlijk gezegd. Je moet niet te lang praten. Net als met Nederland leidt natuurlijk in allerlei opzichten aan de vergaderziekte. Eindeloos gehouden hoe dat je het met iedereen eens is. Ja, door uitputting of door een geestelijke crisis misschien. Maar dat moet je ook niet doen. En Rutte kwam ook nog, hè, midden in de nacht. Om 12:15. Die kwam uit IJsland. Die moest ook nog naartoe naar dat landgoed. Ja, maar ook dat. Nou, goed. Heb je hem gezien in zijn Saab trouwens? Ja, ik zag hem in zijn Saab wegrijden. Nou ja, hij staat, dat is natuurlijk hartstikke handig, die fiets en die Saab. Omdat je begrijpt natuurlijk wel, ik denk het gedogen lazer van de vorst, Willem-Alexander heeft gehad, met die motorboot en die verlengde Audi van hem. Oh ja, ja, ja. Die heeft er niks dan glazen mee gehaald, dus ja, Rutte heeft zijn lesje weer geleerd. Een Saab met een cd-speler nog erin, hè? Denk ik dat hij niet fundamenteel in auto's geïnteresseerd is.
En sowieso denk ik dat Saabkopers niet fundamenteel in auto's zijn geïnteresseerd, eerlijk gezegd. Het wordt niet meer gemaakt. Heeft hij ook zo'n cabriolet of is het nog een model? Nee, het is gewoon het dichtdak. Ja, de Saab cabriolet, dat is ook zo'n favoriete auto. Nou, laten we het hier verder niet over hebben. En ik denk, als ik Rutte was, zou ik denken, ik heb nog een hele leven voor me waarin ik, als ik in auto's geïnteresseerd ben, in geweldig dure auto's kan rijden. Waarom niet? Denk aan Balkenende. Hè? Ja, die vond dat fantastisch. Ja, Balkenende was een groot autoliefhebber. Ook raceauto's, hè? Ja, wat mij voor hem inneemt. Ja. Ik moest wel lachen. Auto's zijn interessante dingen. We hadden het net over beeldvorming, maar dit is natuurlijk voor Rutte natuurlijk wel weer handig inderdaad. Die ja, auto. Joh, dit is super beeldvorming. Ja. Wat dacht je? Dat is natuurlijk ook een onderdeel van de beeldvorming. Dit is een onderdeel van de grote reclamecampagne van Rutte. Dat begrijp je toch wel. En hij had ook nog moeite. Ook dat stommige fiets. Ja. Hij moest keren op een gegeven moment, 's ochtends. En toen kwam hij op dat paadje, kwam hij niet goed gekeerd. Dus dat levert ook nog wel wat hilariteit in die oude Saab. De Saabs worden niet meer gemaakt, toch? Nee. General Motors heeft Saab om het leven gebracht. Je weet dat de Volvo is dat lot ook bijna getroffen. Dat is bijna door Ford vermoord. Maar dat is uiteindelijk in Chinese handen geraakt. En ik begrijp dat de Chinezen er wel geld in willen steken. Want Saab doet het niet slecht. Zeker op de Nederlandse markt doet Saab het... Volvo het niet slecht. Ja, Saab heeft toen nog een nieuw model gemaakt. Toen was het eigenlijk al klaar volgens mij. Nou doet Saab ook allerlei andere dingen. Die bouwt ook vliegtuigen en... Ik weet het niet precies, ik heb er nooit onderzoek naar gedaan. Nog even over dat boerengesprek en het akkoord. Denk je niet dat het gewoon vroeg of laat gewoon klapt en dat dit uitstel van executie is? Dat zou kunnen. Ik vond nu al, ik bedoel, neem een besluit. Of zeg nu van oké, deze onderhandelingen hebben niks opgeleverd. We onderhandelen nu nog 4 weken, ik noem maar wat. En zeg dan daarna gaan we over tot besluitvorming en uitvoering. Ja, het lijkt los. Ja, pech, maar zo gaat het nou eenmaal. Nogmaals, er is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Ja, ja dat toevallig nou niet in die somme Eerste Kamer. Hè, die natuurlijk nooit de bedoeling heeft gehad dat ze voortdurend de spaken in de wielen van de Tweede Kamer steken. Thorbecke was er al niet erg voor die Eerste Kamer. Het was toch het idee van, dat ze daar wat afstand zouden nemen van de politiek. Ja. Ik noem het steeds het boerakkoord, maar het is natuurlijk het landbouwakkoord. De Eerste Kamer is natuurlijk volledig verpolitiekt. En dat zal uiteindelijk leiden tot de wens om hem af te schaffen. Nou, dat voorspel jij nu bij deze? Oh, ik ga niks voorspellen, maar dat is niet uitgesloten. Okay. Kijk naar het Hoge Rechtshof in de Verenigde Staten. Niet waar, wat door echt half criminele machinaties van de Republikeinen nu in handen is van een enorme... oerconservatieve meerderheid heeft die helemaal niet spoort met wat de meeste Amerikanen denken. En dat zal het Hoge Rechtshof nu al veel kwaad doen. Ja. Maar het Hoge Rechtshof moet rekening houden met het feit dat het ook politiek aangepakt gaat worden. Maar als je naar de kerntaak kijkt van de Eerste Kamer, namelijk wetten controleren, dat is toch niet zo slecht? Nee, prima. Chambre de réflexion, dat was allemaal prima deluxe. Maar natuurlijk omdat dat ook elders de polarisatie is toegenomen, zei dat die in Nederland wel meevalt, gaat die Eerste Kamer natuurlijk steeds politieker opstellen. Ook omdat de samenstelling van de Eerste Kamer zo verschilt van de samenstelling van de Tweede Kamer. En dat is weer gerelateerd aan het feit dat de opkomst voor provinciale statenverkiezingen natuurlijk een heel andere is dan de opkomst voor parlementaire Tweede Kamerverkiezingen. Namelijk, wat was het deze keer? Ietsje boven de 50% als ik het wel heb. Nou, de laatste keer, en dat was niet eens een geweldige opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar die was 75%. De keer daarvoor 82%. Dus dan zie je dat een heel deel van het electoraat helemaal niet opkomt dagen voor de Eerste Kamer, voor de Provinciale Statenverkiezingen. Want niet waar de Eerste Kamer wordt getrapt, gekozen vanuit de Provinciale Statenverkiezingen. En dat betekent meestal dat de bekende wegblijvers ook daar natuurlijk een belangrijke rol spelen. Nou, jonge mensen, stadsbewoners, willen wel 1 keer per 4 jaar komen, maar moet je al te gek worden. En wie stemmen er dan? Ouderen, wat conservatiever electoraat. Dus ja, dan heb je al, in Amerika is dat extreem, dat contrast, maar bij ons bestaat het ook. En het leidt ertoe natuurlijk dat je landsbestuur dat nogal een verwarde en moeizame indruk maakt. Ja, dus als je natuurlijk alsmaar verschillende verkiezingen houdt, waarbij de opkomst steeds zeer verschillend is, dan krijg je dit soort van praktische problemen. Dat jaren,
bij elke verkiezing eindeloos geluld moet worden. Oeh, de Eerste Kamer ziet er weer heel anders uit dan de Tweede Kamer. Ja, wat komt ervan? En dan heb je dus, we hebben tegenwoordig provinciale statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen, euroverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen. Wat onderschat wordt, is dat heel veel mensen enorm vervelend vinden dat er voortdurend verkiezingen zijn. En probeer dat iets meer te stroomlijnen, dat electorale systeem. Maar zie je, als ik je goed begrijp, is dan ook een link tussen dat de Eerste Kamer politieker wordt en het populisme? Dus partij is Forum voor Democratie en de BBB? Nou, dat zou kunnen, omdat nogmaals bij die provinciale statenverkiezingen een wat ander electoraat, conservatiever, minder stedelijk, wat ouder, kortom, het ziet er anders uit. Ja, dan krijg je dus problemen. Ja. Je kunt ook zeggen, oh, wat fijn, dan wordt het allemaal nog eens een keer gecorrigeerd. Wat die Tweede Kamer doet, maar het lijkt mij niet, nogmaals, het doortastendheid is een groot probleem in democratie. Welke indruk krijg jij van die Van der Tak, die ook bij dat landbouwakkoord steeds... Geen indruk, Van der Tak. Ja, Van der Tak doet mij denken aan een figuur die door cabaretiers op de hak genomen wordt, maar... De naam Van der Tak is ook, je hoeft maar wat beetje daar eraan te rijmen en dan heb je allemaal hele leuke dingetjes. Ik heb geen idee, moet ik eerlijk bekennen, echt geen idee. Jij doet ook op zijn stem, denk ik, als je moet praten dat hij... Ik heb er helemaal niet op gelet. Oké. Maar vind je hem inhoudelijk sterk? Want hij moet natuurlijk die belangen van die boeren moeten natuurlijk verdedigen. Ik heb wel het idee dat hij dat goed doet, dat hij daar goed voor gaat staan. Ja, dat is allemaal heel aardig, die onderhandelingen over van alles en nog wat die even gaan duren. Maar ik zou zeggen, limiteer de onderhandelingsperiode en ga daarna over tot actie. Oké. Nogmaals, je hebt steun van de Kamer. Dus we hebben een regering die een meerderheid heeft. Niet geweldig groot, maar die heeft een meerderheid. Ja, maar ze willen na de laatste verkiezingen willen ze natuurlijk vooral ook luisteren naar de mensen in het land. En niet zomaar beslissingen nemen, want dan worden ze... Goed, dat is altijd hetzelfde probleem en dan ga ik altijd hetzelfde verhaal bij vertellen. Wie zijn de mensen in het land eigenlijk? Nou, jij dat, en ik. Is dat een normale parlementaire meerderheid? Of zijn dat speciale mensen in het land? Bijvoorbeeld de mensen op het platteland. Hè? Of de mensen in het dit. Of de mensen die vissen. Of de mensen die rood haar hebben. Of... Nee, we hebben verkiezingen. En de beste verkiezingen die we hebben, bij de hoogste opkomst die we hebben, zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dus laten we daar rekening mee. Daarvoor hebben we een regering. Ja, sorry, ik moet even. Ik heb die stomme telefoon weer niet uitgezet. Oh. Dus nu ben ik altijd heel bang dat ik dan... Dat je afgaat. Je kunt hem ook op stil zetten, hè? Gewoon op vliegtuigmodus. Ah, ja, vliegtuigmodus daar, ja. Zo. Is hij bij de slimste mensenopnames ook altijd uit of ligt hij dan in de kleedkamer? Nee, ze letten er wel op. Als ik hem meeneem naar de studio, dan zeggen ze... En dan hoop ik... Ja, hij is wel eens afgegaan. Ja, dat is heel vervelend. Hij zit dan niet aan je zakje voor je bij je ja. Maar goed, daar is die zichtbaar en dan zeggen ze, je moet hem uitzetten. Ja. Ja, ik neem me altijd voor om dat ding uit te zetten. Tegelijkertijd vind ik het wel handig om allerlei redenen dat je toch bereikbaar bent. Dat begrijp ik goed. Mijn ouders waren gisteren bij de Blockbuster tentoonstelling van Vermeer. En ze zeiden, ik had sprak ze daarna even, daar zeiden ze opeens, liep Beatrix daar rond met Constantijn. Die waren allemaal foto's aan het maken, ook gewoon tussen het normale. Ja, die hebben waarschijnlijk, hadden die vrije toegang, hè. Maar ja, je weet, ik ben principieel tegen Blockbuster tentoonstelling. Volgens mij was het nu het laatste weekend. Elke normale museumbezoeker heeft 3/4 van wat er hangt al lang gezien. Ja, maar wel een groot succes. Dat zegt niks. Het is een groot succes omdat het een groot succes is. Succes genereert succes, want er staan maar stukken in de krant. En stukken in de Amerikaanse krant en de televisie besteedt er aandacht aan. Ik zou zeggen, laat de televisie ze iets meer aandacht besteden aan de musea die geen Blockbuster tentoonstellingen hebben, maar een hele aardige eigen collectie waar iedereen in alle rust naar kan gaan kijken. Ja, maar dat Blockbuster tentoonstellingen, denk nou al die kwetsbare dingen die worden over de wereld rondgevlogen, niet waar, ter meerdere eer en glorie van de directie van het museum. Mm. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Ja, maar er zit natuurlijk een tegenstelling in, want op het moment dat er weer veel aandacht voor komt, dan krijg je natuurlijk weer drukte. Ja, dat zou een probleem zijn, maar die kans is zo klein in de meeste gevallen, dat daar maak ik me voorlopig niet druk om. Ja. Dus als er heel veel de aandacht komt... De Blockbuster tentoonstelling is hype. En we hebben het vaak genoeg over gehad, wij leven in een hypecultuur.
In een cultuur die altijd in lichte crisis en opwinding moet verkeren. Want anders voelen we ons niet happy daarmee. Hè? Heb ik al niet eerder geadviseerd. Als u er last van heeft. Als u denkt allemaal ellende. Probeer eens 4 weken het nieuws niet te volgen. Hè? Gewoon uitzetten. Gewoon een heel aardig leuk boek lezen. Wat 25 jaar oud is minimaal. Zodat het ook niet gaat over de narigheid van de dag. Dat zou helemaal niet gek zijn. Wat vind je van Vermeer als je puur kijkt naar naar zijn werken? Fantastisch. Vermeer is een fantastische schilder. Maar ja, ik was in Wenen om naar dat ontzettend leuke schilderij te kijken van hem. Hè? Dat is de artiest in zijn studio. Want ja, dat was niet uitgeleend. Dus daar kon ik in mijn pier eentje en alle stilte naast staan kijken. Met nog een andere Nederlander? Ja, ze hadden er wel werk van gemaakt over. Het hing op een andere plek. En ja. Er hing een iets groter bordje bij. Dus en er was toch nog iemand die geluisterd had, die daar ook bij stond toen? Niet bij de Vermeer, maar bij Breugel. Oh, bij Breugel was dat. Bij Jagers in de Sneeuw werd ik aangesproken door een boomlange jonge man in mijn herinnering. Ik zei, ja, wat leuk, meneer Van Rossum. Ik sta hier eigenlijk vanwege u. Nou ja, vond ik natuurlijk geweldig. Ja. Even kijken, nog al even. Is het er maar één dan nog? Ja. Heb je succes gehad, toch? Sander. Is het weer, als je één mens redt, heb je de mensheid ook gered? Zo is het. Zo is het maar net. Sander Meppelink die wijst ons nog op het feit dat de metro niet meer bestaat. Al 3 jaar niet meer als fysiek krantje. Dat is dan best. Hij schreef ook van het is duidelijk. Maar hebben wij beweerd dat de metro nog wel bestaat? Nou, ik zei dat. Omdat jij daar een columnpje in hebt. Of in ieder geval een rubriekje in hebt. Nee, dat is helemaal geen column. Nee, je wordt gebeld en dat schrijven ze dan op. Ja. Ja. Dat heb je de vorige keer uitgelegd. En toen zei ik van dat is dat krantje wat in de trein wat je krijgt. Maar dat is dus al 3 jaar niet meer zo. Dat snap ik ook wel. Dat waren allemaal die gratis bladen, weet je niet? Die alleen van die bakken lagen bij de roltrappen. Ja, ook nog de spits. Had je ook het is allemaal niks geworden uiteindelijk. Ja, ja. Ik hoop dat ze er nog even geld aan verdiend hebben. Maar een andere vraag die gesteld wordt. Vind jij dat wetenschappers altijd de waarheid moeten vertellen? Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Ik kan me voorstellen dat zij, als ze wetenschappers spreken over hun specifieke wetenschapsgebied, dan moeten ze wel spreken in overeenstemming met wat in dat wetenschapsgebied geldt op dat moment. Het moet een heel kritische discussie zijn over, weet ik, het paradigma, daar kun je nog wel iets bij voorstellen. Het kan best zijn dat de wetenschapper bijvoorbeeld in zijn vrije tijd een gelovige christen is. Ja, dus daar draagt hij de christelijke boodschap uit. Is dat de waarheid? Nou, naar mijn idee niet. Dat is een waarheid waar veel mensen sterk aan hechten. Wat hun goed recht is, maar een geloofswaarheid is heel iets anders dan een wetenschappelijk vastgestelde waarheid. We krijgen namelijk de vraag doorgestuurd van George Woest. Die heeft namelijk van Ionica Smeets in de Volkskrant een column gelezen en die schrijft hierover. Is het erg als een wetenschapper iets zegt dat niet klopt, vraagt zij zich af. Nou, het kan niet kloppen, maar dan is de vraag, is dat intentioneel gezegd? Of wist hij op dat moment misschien niet beter dat zou kunnen? Ja. Nou, zij zit een beetje op dezelfde lijn die jij ook zegt. Hè? Van je moet inderdaad vertellen wat je op dat moment weet. En als dat over 100 jaar anders is, ja, dan kun je de wetenschap. Je weet vrijwel zeker dat het over 100 jaar anders zal zijn. Ja. En ze zegt ook, het is netjes om als wetenschapper duidelijk te maken hoe zeker je bent van de theorieën die je verspreidt. Zonder meer. En je moet iets zeggen over hoe die theorieën liggen in jouw wetenschapsgebied. Ja. Maar ze zegt, af en toe is het ook wel goed om eens iets te zeggen als wetenschapper wat niet klopt. Bijvoorbeeld om een echt gesprek te voeren. Want dat maakt de tongen los. Nou, daar zou ik niet zo'n voorstander van zijn. Je kunt het ook zo formuleren dat je geen flauwekul hoeft te zeggen. En dan je de tongen losmaken, dat gaat altijd wel. Oké. Ze verwijzen ook naar een andere podcast, No Stupid Questions. En daar is ook een wetenschapper / journalist aan het woord. En na afloop van die podcast komt er dan een soort van disclaimer of een soort van fact-check rubriekje. En dan wordt er dus gekeken wat er gezegd is in de podcast, klopt dat? En George vraagt zich af of dat ook iets voor onze podcast is. Dat er dus aan het einde een soort van fact-check komt die dan bekijkt wat je hebt gezegd, of dat juist is of niet. Alles wat wij hebben gezegd is juist, toch? Ja. Nou, met die metro niet. Nou, beste. Kijk eens, als iemand ondersteboven gelopen bij de marathon, of wat het ook mogen wezen. Wij stopt daar wel trouwens. Wij zeggen dingen naar beste weten. Kan best zijn. We worden van regelmatig, krijgen we die post en dan zegt iemand, ja, dat is eigenlijk niet zo, weet ik veel, de metro bestaat eigenlijk niet meer of kan van alles zijn. En dan zijn we altijd graag bereid toe te geven dat inderdaad juist is.
Waar ook heel veel mensen verbaasd dat jij niet wist dat bij het... Ja, die tankdop, dat is een hele kwestie. Ja. Dat is altijd heel interessant. Dat is een pijltje. Zodra het over hele eenvoudige dagelijkse dingen gaat, krijgen we een lawine van reacties van. Hoe is het mogelijk dan? Ik moet zeggen dat ik niet wist tot zeer voor kort dat je dat altijd kunt zien aan het tanksymbooltje. Precies. Er staat dus een pijltje, ik zie het hier nu ook staan, en er staat inderdaad CNG rechts. Pijltje, ik had het ook nog niet gezien. Bij mij zit het links. Ja. En hoe komt dat? Ik heb een Japanse auto, dus ik denk dat dat ook een... Zou dat ook niet een rol spelen? Ik heb geen idee. In ieder geval dus dank voor al die reacties die daarover kwamen. Ja, heel fijn dat ik je nog eens even word op gewezen op je onkunde op dit terrein. Er was ook iemand die had gestuurd waar dat vandaan kwam. En volgens mij was dat, had Ford heeft dat bedacht, dacht ik. Maar die reactie staat me niet meer heel helder bij. Ik zou er eens even... Daar moet eigenlijk natuurlijk ergens een lijstje zijn van... Want sommige auto's hebben hem links en andere auto's hebben hem rechts. Ja. En dat zal voor elektrische auto's ook weer gelden. Die hebben het op een specifieke plek. Ook weer op een hele andere plek vaak dan auto's met een verbrandingsmotor. Want soms zit dat in de snuit, die elektriciteit. En soms zit het achter waar de normale tankdop op ook zit. En soms zit het in het voorspatbord. Het zet allerlei mogelijkheden. Ja, dus dat is ook misschien voor mij verstandig om geen elektrische auto te kopen. Omdat ik dan weer 2 jaar lang steeds op de verkeerde plek ga staan. Hoe vaak ik al niet bij de benzinepomp op de verkeerde plek ben gaan staan. Onnadenkend. En dan moet je proberen eerst nog die slang helemaal over je auto heen te halen. Maar meestal kun je dat beter niet doen. Nee, toch niet. Nee. We gaan volop op de rem staan. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend-Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen... Niet waar sidderend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim 2 uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets Studium Generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea Level. Daarin vertelt de baas van Ahold Delhaize, Wouter Kolk, hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de podcast staat in de show notes.